Oma in mijn neus. Oma ruikt echt naar as. Ik heb in de vaas op de vensterbank gekeken en ik moest niezen. Opa merkte het niet. Die bleef uit het raam kijken alsof er helemaal geen piepkleine deeltjes Oma danste op het licht. Was mijn broer Pimmer nog maar. Er is niemand om mee te spelen. Ik zou het fijner vinden als Opa af en toe iets zou mompelen tegen Taiga misschien de kat. Hij hoeft niet eens wat tegen mij te zeggen. Opa, bedoel ik, als hij alleen maar af en toe opstond om thee te zetten of de planten water te geven. In mijn zak zit oma's gouden kettingje. Dat heeft opa me gegeven toen ik gisteren kwam. Maar zeggen doet hij niks. Opa? De klok tikt. De buren maken ruzie. De ijskast bromt. Opa? Ergens is een ongeluk gebeurd met veel sirenes. De vloer kraakt zomaar uit zichzelf. Straks moet ik naar boven, naar het kamertje achter het luik. De lakens zijn koud en vochtig. Dat bed heeft oma nog opgemaakt toen ze nog niet dood was, toen ze nog niet eens ziek was. Ik moet er nog twee nachten in. Want het logeren duurt drie nachten. Heeft opa nou ook vlokjes, oma, in zijn neus? Als hij moet niezen, weet ik het zeker. Jullie kunnen naar de dierentuin, heeft mama gezegd. Misschien bouwt hij een boomhut voor je. En opa kan ook heel mooi vertellen. Het wordt vast leuk, Pol, zul je zien. Ik heb mama maar laten praten, om haar niet aan het huilen te maken. Ik hoef heus geen boomhut. Misschien een koekje of zo. Als dat er is. Opa? Bij de buren wordt een deur dichtgegooid. Een auto start. Een televisie gaat opeens hard en dan weer zacht. Taiga poetst smakkend zijn snorharen schoon. Ik loop de kamer uit. Opa merkt toch niks. Ik ben het troostkind. Kom je wat ophalen of iets brengen? Ik kijk opzij. Het loket aan de straat is open. Meestal is het dicht. Ik loop er altijd snel voorbij. Oma zei altijd dat ik niet moest kijken als ze open waren. Waarom niet? heb ik oma eens gevraagd. Ze bewaren daar dingen, zei ze. Of dingen eigenlijk niet. Dingen rammelen niet aan de tralies. Ik loop liever een blokje om. Je weet wat er met je broer Pim is gebeurd. Dat weet ik alleen van horen zeggen, omdat ik er nog niet was. Op zijn vijfde is Pim kwijtgeraakt. Maar ik kwam daarna pas. Ik ben het troostkind. Daarom moet ik nou ook bij opa logeren. Om opa te troosten, omdat oma dood is. Nou, de mannen achter het loket ruiken naar pepermunt. Daar krijg ik altijd slappe knieën van. Nou, halen of brengen? vraagt de voorste. Halen maar, zeg ik. Ik kom voor mijn dinges. Mijn broer, is hij gevonden? Het is onzin wat ik zeg. Ik durf de man niet aan te kijken. Maar daardoor zie ik dat hij maar zeven vingers heeft. En dan kijk ik maar gauw tussen mijn eigen voeten naar de stoep. De halve deur zwaait open. Het is donker in de hal. Doorlopen, zegt de loketman. Formulieren liggen in kamer zes. En niet blijven babbelen onderweg, je weet hoe ze zijn. Ik weet van niets. Wie ze. Ik zie geen kamer 1 of 2. Kamer 3 heet Formaline. Kamer 4 heet quarantaine. Kamer 5 heet Rariteiten inleveren. Kamer 6 heet Rariteiten aanvragen. De deur staat open. Eén ding goed begrijpen. Je moet één ding goed begrijpen, heeft oma tegen me gezegd. Als je broer Pim niet kwijt was, dan zat jij hier helemaal niet. Er waren toch nog meer dingen trouwens die ik goed moest begrijpen. Oma zat vol met dingen die ik goed moest begrijpen. Je moet één ding goed begrijpen, je oma heeft niks cadeau gekregen. Je moet één ding goed begrijpen, als de heer een jonge varkensoren geeft, dan heeft de heer daar een bedoeling mee. Je moet één ding goed begrijpen: je opa heeft het zelf om de dode donder ook niet makkelijk gehad. Je moet één ding goed begrijpen: het vuil bovenop is ook melk. En als ik die melk niet naar binnen kon krijgen, soms was het vuil slijmerig en soms hard, een taai. Dan moest ik naar boven tussen de kleffe lakens. Achter de gordijnen stond een man, en onder het bed lag er eentje zijn adem in te houden. Die ligt er trouwens nog. En als ik bijna slaap, dan laat hij de lucht weer los en dat sist, en dan ben ik weer wakker. Je moet één ding goed begrijpen: als het je niet bevalt, dan kun je altijd nog naar het rariteitenkabinet. Net zo makkelijk, zei Opa dan. Want in die tijd zei Opa nog wel eens wat. Verbeeld je maar niks, zei die bijvoorbeeld. Oma huilde elke dag, dat kon je zien, maar ze deed het niet als ik erbij was. Ze huilde trouwens nooit om mij, maar om mijn broer Pim.